Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik heb vandaag een heel speciale video. Dit is namelijk precies 2 jaar geleden dat we een soortgelijke video hebben opgenomen. We hebben namelijk snacks geproefd toen in Bali. En we zijn momenteel weer in Bali, in hetzelfde hotel. We dragen dezelfde badjassen en we hebben weer snacks op tafel. Dus dit is een part 2. Ongeveer ander soort snacks, toch? We hebben wel een beetje goed gekozen. Weet je dat ik eigenlijk niet eens meer weet wat we hebben gekozen toen? Ik weet niet, maar ik weet wel dat ik super misselijk werd. Want gelukkig hebben wij dit keer niet drankjes uitgekozen. Wat we de vorige keer wel deden. En toen werden we zo misselijk, ook na de video, gewoon de hele dag. Ja, maar dit is echt gewoon snacks. Ja. Zoet en zoutig. En that's it. Maar we hebben wel geprobeerd om gewoon echt een beetje gekke snacks. Soms verbaas ik mezelf. Jezus, sorry. Let's go. Eerste. Dat is deze snack. Een soort van chipzak. En staat erop rasa ayam ketchup. Nou, ik weet dat ayam kip is. En volgens mij is het een soort van chips in kipsmaak. Het lijkt op mie. Stel even dat er noedels is dat je eerst moet kopen. Staan we echt op. Even open door. Ik heb wel heel gladde handen. Dit is, het lijkt een beetje op mie goreng. Nou, precies zoals op de verpakking, gewoon chips. Het is geen catfish. Het is heel een neutrale geur. Ik had hem kruidiger verwacht. Ja, het ruikt naar een bouillon. Ja. Kijk. Ik weet niet of je het ziet. Maar let's try it out. Eentje moet doen. Ja. Oh, dat is lekker joh. Kijk, dit is zeg maar een beetje de structuur. Oh, ik vind het lekker. Ik vind het echt lekker. Het doet mij iets denken. Ik vind het echt lekker. Oh shit, dit is echt lekker man. Ja. Oh wauw. Suki. Dat is nog maar de eerste, maar dit is echt lekker. Suki. Suki is lekker. De smaak valt echt niet tegen. Nee, en het smaakt ook wel een beetje naar kip. Het is gewoon echt een bouillonblokje kip eigenlijk. Maar het is zo lekker. Maar dit is gek man. Dit is echt lekker. Maar ik had wel gehoopt, of zeg maar liever gehad, dat het gewoon dezelfde smaak, maar van die grote chips plakken. Zoals Lees. Ja. In die zelf, het is wel een smaak. Het is zo heel. Ja, het is irritant eten. Ja, je ziet het bij volgens mij niet zo beeld, maar. Het is bijna cornflakes of zo. Ja, het is wel irritant inderdaad. Laten we wegspoelen. Wat wil je doen? Pringles! Pringles. In een heel rare smaak: zeezout en zeewiersmaak. Dat gaat weer naar vis smaken. Ja, hier word je echt goed misselijk van. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik hou heel erg veel van Pringles. Pringles is top. Dus stel me alsjeblieft niet teleur. Ik denk dat ze ook groen zijn. Nee. Hoe is het? Oh geur? Ja, vis. Maar minder heftig dan die zeewierschips. Ja man. Ik heb zeewierschips gehaald en die was echt heel heftig. Dat is alsof je gewoon een vis in je mond hebt. Ik vind hem niet verkeerd. Ik vind de eerste smaak, ik moest echt even winnen man. Maar oh nee, daarna smaken ze ook vis man. Ja, het blijft vis hè. Waarom weet je dan nog een keer? Vind je het niet een beetje zo, vind ik het lekker of niet? Ik weet niet of ik het lekker moet vinden of gewoon moet vinden. Maar het is wel gevaarlijk, want je blijft wel eten. Hij is niet verkeerd. Hij is niet slecht. Waar smaakt hij naar? Nog eentje hoor. Dus je wordt zeg maar gelijk geklapt met die vissmaak, daar begint hij mee. Maar het is wel neutraal vind ik. Daarna komt die aardappelsmaak, die neutrale chipsmaak. En dan eindig je met zout. Ja. Dat is hoe die gaat zeg maar. Maar het is niet slecht. Nee. Ik had echt slechter verwacht. En het is echt niet te vergelijken met de zeewierschips, want die is echt. Tot nu toe gaat het mukbeen nog best wel goed. Ja, het gaat goed jongens, we hebben lekker dingen uitgekozen. Oh, maar wacht even. Next! Wat dat ziet er zo uit. Het is een soort van gepofte kip. Hoe heet het? Er staat snack renya a la ayam panggang. Dit is roasted chicken flavor. Oké. Ik ben benieuwd. De inhoud van het zakje is heel weinig. Ja, het lijkt wel op gepofte kip eigenlijk. Er zit bijna. Oh! Kijk, dit lijkt een beetje op. Oh jezus, wat een geur man. Cheetos. Ruik eens. Wow. Oeh. Weet je wat er naar ruikt? Barbecue kip. Barbecue smaak, toch? Nou, ik ga niet naar dit barbecue als het zo ruikt. Nee, ik bedoel meer die barbecue saus. Dat vind ik niet lekker. Nee. Nee. Oh, ik ga deze opeten. Nee, ik vind het echt. Eeuw! Oeh, die nasmaak ook.
Ze gingen te hem op die kip, man. Oeh, ja, precies die. Te veel kipsmaak, gadverdamme. Oeh, nee, dit is niet goed. Jammer, man. We gingen net goed, hè? Ja, we gingen net zo lekker. Oké, dus de Kentucky Roasted Chicken Flavor, jongens. Nee. Geen aanrader. Laten we die proberen. Nou, leg eens uit wat het is. Lieve mensen, dit zijn zonnebloempitten van Rebo. Sunflower seeds, maar green tea smaak. Dus ze ik ben ook... er ingetrapt en ik had dus zonnebloempitten natural hier gekocht. Natural, jongens. En ik eet het. Ik proef suiker, ik proef gember. Ik weet niet wat er gebeurde in mijn mond. Maar dat was absoluut niet natural. Ze doen echt rare dingen met hun zonnepitten. Ja, ze hebben ook eentje met karamel en eentje met kokosmelk. Melk. Eentje met melk. Oh, melk. Heel ja. Ik snap maar niet hoe je die smaak eraan toevoegt. Ja. Oké, ze zien er wel uit als je ordinary zonnebloempit. Het is wel zonder zout, dus niet zoals de Turkse. Waar ruikt het naar? Dat is dat ruiken. Zonnebloempitten. Ik ruik geen green tea-ish. Nee. Oeh. Ik proef hier helemaal niks van. Proef je dit? Die nasmaak. Oeh, ja. Groen. Eeuw. Gadverdamme. Hè? Gadverdamme. Hoe doen ze dat? Hoe kan dit pitje zeg maar zo smaken? Ik snap het niet. Doen ze misschien door weken of zo? Ik denk dus echt dat ze gewoon die zonnebloempitten in een sap doen of zo. Nee, dit is geen succes, lieve mensen van Rebo. Houd het gewoon bij de Turkse zonnebloempit met zout. Graag. Next. We hebben een heel rare snack. Ik weet ook niet wat we hebben gekozen. Oh, ik weet het al. Dit is chips. In de smaak kiwi. Dit is kiwi chips. Oh, is dat deze? Ja, groene chips. Ik ben heel benieuwd. Oh, ik heb veel te gehaald, maar ik heb crème op kaas, sorry jongens. Lekker? Hele vieze geur. Gadverdamme, wat is dat nou weer? Dit is geur, echt een vieze geur. Aan jou de eer. Niet gelijk zoveel. Jezus Christus. Gadverdamme. Is het nou echt kiwi of is het gewoon zo chemisch kiwi? Dit is echt goor. Ik dacht het gewoon... Er komt een smaak naar boven die ik me herinner van iets, maar ik weet niet van wat. Ik weet echt niet meer van wat, maar dit is echt niet lekker, man. Nee, dit is echt vies. Deli snack met kiwi. Geen aanrader. Niet doen. Gast. Ik zou niet weten waarom. Zeg maar, in welke gelegenheid eet je dit? Dat weet ik niet. Als een snack gewoon, als je hebt een zoetigheid, maar je wilt geen... Snoep. Ja, ja, echt. Dan doe je kiwi chips, dat denk ik dan. Nee, niet goed. Nee? Nee, volgende. Jij mag de volgende kiezen. Deze zijn nog zoutig, toch? Deze twee. Ik ga dan... Dat is niet zoutig. Ja, waar soort van. Oh, die aardappelkoekjes! De aardappelkoekjes. We hebben hier twee aardappelkoekjes. Hebben we nog nooit gezien. Dit is een koekje van aardappel. Hoe dan? Oh! Je krijgt er dus gewoon meerdere van die heel dunne... koekjes, maar dat is toch gewoon Pringles dan? Hoe ruikt het? Pringles. Het ruikt wel lekker. Oh, het is wel echt een koekje. Het is niet zout, niet zoet. Nee, wat is dit? Hè? Zout en zoet is dit. Vind je het niet vies? Nee, maar... Ik denk als je dit met zeg maar een dipje, met hummus of zo of iets. Ja, ik doe normaal, ook nooit met hummus. Jawel. Nee. Ik wel. Ik vind het een beetje rare nasmaak hebben. Die hummus die ze hier hebben, zeg maar, met die beachclubs en zo, zou deze gewoon... Ik vind het een beetje raar. Nou, ik vind het niet vies. Ik weet raar. Gewoon, ja, ik weet niet waar het naar smaakt. Maar vind je het lekker? Ja. Heb je helemaal opgegeten? Ja. Dat vind je toch gewoon lekker? Ik vind het oprecht lekker. Potato biscuit, maar het is gewoon van aardappel gemaakt, niks anders toch? Je proeft het toch ook? Maar... Je proeft het? Ik proef echt gewoon rauwe aardappel. Nee, dat heb ik niet. Ik proef meer een... Een gemaakte aardappel, echt zo'n, meer een koekje. Bah. Vind je die lekker? Nee. Wel lekker. Beetje flauw. Ja, ik denk juist omdat het zo'n neutrale smaak heeft, vind ik het gewoon, het is niet overheersend. Ik vind deze lekker. Ja, heel erg gek hoor. Ja, echt gekker. Welke was nog meer lekker van begin? Die andere chips, waar is die? Oh, deze! Oh ja toch?
Nou, wel ook prima. Die is echt lekker, die gaan we ook maken. Dit is een koekje, laat maar zien. Oh ja. Gemaakt van bonen. Bonen. Havermout, mungbean. Mungbean, dat is die groene boon. Ik zeg maar dat deze echt goor gaat zijn. Ik zeg nooit nooit. Nou, allebei een koekje. Oh. Ja, dat ruikt wel lekker. Ja. Wat is dit? Maar wat ruik jij? Zee. Maar wel lekker. Hij is niet verkeerd. Is wel lekker. Hij is gewoon niet verkeerd. Wat fuck? Is dit? Ik kan deze smaak niet herkennen. Maar ik heb nog zee hier in mijn mond. Nou, er zit een vitamine in. Hi, potassium. Schat, je moet de verkeerde kant lezen met ingrediënten. Ingrediënten: sugar, beans, wheat flour, oat, vegetable oil, egg flour, zout. Niks bijzonders, zeg maar. Dat was het, zeg maar. Het is echt niet vies. Suiker, bonen en meel. Oké. Okay. Nou, ik vind het best wel lekker. Heb je hem opgegeten? Ja, ik heb hem opgegeten. Ik zei nog in het begin voor ik deze video ging maken van ik ga gewoon proeven van alles, maar ik vind het wel lekker, man. Ja, ik heb hem gewoon opgevreden. Oké, de volgende mag jij kiezen, lief schat. Je hebt eigenlijk best wel zin in. En ik heb ook een andere variant hiervan voor mezelf gekocht. Want ik vind het fucking lekker, maar deze smaak is best wel apart. Ik heb de pookie uitgekozen. Oh, pookie. In de smaak matcha green tea flavor. Ze zijn ook echt groen. Even kijken of ze echt groen zijn. Ze zijn zeer groen. Ze zijn echt groen. Oeh, ze stinken, man. Ah, godverdamme. Dit is wel heel groen. Het ruikt naar spinazie, man. Oh, die smaak valt niet. Gewoon een koekje met suiker. Ja. Valt wel mee. Yogi. Ja, je wordt niet overheerst. Het is echt een yogi koekje. Maar ik vind het wel lekker. Doe een beetje denken aan die Nederlandse koekjes met die dingen erin. Die? Met ja, ik bedoel, die we mee naar school kregen. Maar pokkie matcha, niet slecht. Maar wel lekker. Ik zou kunnen opeten helemaal. Ik zou hem ook waarschijnlijk wel. Maar het is niet mijn favoriet, ik zou hem niet zo kopen. Zeker niet. Chocola is wel lekker. Zeker. En je had ook die Oreo. Oh. Die gestippelde. Mag ik de volgende kiezen? Ja. Ik heb wel in eentje heel erg veel zin of zo. Ik ben heel erg benieuwd naar. Ik wil deze doen. Oh nee, ik wil die andere eerst. Deze is een beetje misselijk maken. Deze? Ja. Echt? Ik wil deze. Oké, deze heb ik gevonden in de supermarkt en ik vond hem heel apart. Dit is, jullie kennen die wafers toch? Die wafferkoekjes. Moet ik misschien wel laten zien. Ja, ik wil deze uitleg voor ik laten zien. Oh. Zeg maar, je hebt van die wafelkoekjes toch? Ja. Met chocolade en zo erin. Lekker. Toen zag ik precies dezelfde structuur. Alleen blauw. Dan bubblegum. Is het zo goed? Ja, zo. Bubblegum. En ik dacht bij mezelf, ja, hoe smaakt een koekje? Zijn gewoon blauwe koekjes naar bubblegum. Wafels en de smaak bubblegum. Limited edition staat erop. Ik ben echt bang dat dit echt super goor is. Oh, ik denk dat het best wel lekker kan zijn. Ik denk dat het stiekem heel erg. Oh, het is gewoon echt knalblauw. Fucking blauw. Oh my god, dit is oh zo. Oh, wat ruikt. Oh, dit ruikt. Het is zo satisfying om naar te kijken. Kijk hoe blauw die koekjes zijn. Fucking slecht waarschijnlijk. Kijk. En? Ik vind het fucking lekker. Ik vind het echt lekker. Doet mij niet eens denken. Doet mij niet eens denken? Ja. Ja. Wat dan? Het smaakt naar snoeppapier van vroeger. Ken je snoeppapier nog? Ik weet het niet. Look. Had je zo'n felle snoeppapier? Precies naar dat. Wat grappig. Oh, dat is wel lekker. En dan... Mmm, het is echt lekker. Ja, echt lekker. Nou, we moeten echt stoppen. Nou, we gaan even stoppen, jongens. Technisch gezien zijn we nog op dieet. Maar god, het is niet slecht. We hebben pudding. We hebben dus van die cupjes uitgekozen. Er waren allerlei kleuren van in de supermarkt. Dit is litchi. Litchi pudding. En ik heb, wat heb jij nou voor mij gekozen? Mango. Oh. Zo is mango groen. Ja, ik heb de kleur groen en dat is mango. Je hebt ze in allerlei kleuren en we zagen ze door de hele supermarkt. Ze houden hier heel erg van jelly.
alles met jelly. Maar wat moet je doen? Shotten in je mond gewoon? Ga je hem shotten? Ja, dat is jelly. Doe eens. Ja, druk hem eens uit. Ja, je hebt hem. Gaffe. Wat is dit nou weer? Eww. Nee, ik vind het echt niks. Gadverdamme. Wat is dit nou weer? Nee, het is echt goor. Een blokje suiker. Gewoon een heel vieze substantie. Nee, het is heel goor. Het is gewoon een pudding. Met daarin, ken je de mokumoku nog? Mokumoku? Ja. Met daarin dat. Dat zit er ook in, zeg maar. Daaromheen pudding. En dan, ik denk dat je hem nog het gewoon... Lekker gewoon alsof je een oorbal aan het eten bent. We hebben er nog drie. Ja. Welke snoepjes doen die niet? We hebben... Zullen we de snoepjes als laatste bewaren? Dan doen we eerst die goren. Waarvan we denken... Ja. Dit is Nougat. Dit is mijn video. de volgende snack is een... Ja, wat is het eigenlijk? Een soort van reep. En smaak nougat. Tiramisu. What the fuck? Nougat hier... Oh, er staat op halal. Nou. Top. Oké, dat is nougat. Oh, jezus. Oh. Kom van die snoepjes eruit. Pakketjes. Pakketjes. Oh. Zijn dat pakketjes? Het stinkt. Buh! Het stinkt heel erg. Nee, dit is echt vies. Wat is dit nou? Is dit soort van een karamelding? Is de? Er zat echt nergens op. Hij smaakt gewoon naar koffie. Dit is gewoon vieze koffie, man. Ja. Toen ik dit wou proberen, mm-hmm. was omdat ik wou kijken, smaakt het echt naar tiramisu? Ja. Maar dat is gewoon koffie. Ja. En gore koffie, hè? Mm. Lekkere koffie. Oké, next is een heel grappig snoepje. Die hebben we echt toevallig gevonden in de gangpad. En ze hadden dus op een afdeling gewoon Harry Potter snoepjes. En gewoon echt letterlijk Harry Potter snoepjes. Dat zijn ze. Wat is het in de vorm van, wat is dit? Een draak. Echt? Mm-hmm. Jelly slugs. Ik weet niet wat slugs is. Oh, slakken. Echt? Oh, wat cool. En dan heb je allemaal verschillende smaken. Groen, wat wel door. Lekker is. Ja. Laten we eens kijken. Je hebt dus allemaal verschillende smaken. Van mat. Kijk hoe fel ze zijn. Heel fel. Oké. Okay. Pak een kleur. Dan kijken we welke ik smaak pak groen. Is. Pak deze. Oh, we hebben dezelfde kleur. Dit is watermeloen. Nou. Hij smaakt wel in de watermeloen. Nee. Banana. Heb je nog eentje? Heb je nog geel? Geef die andere helft dan mee. Oh, dit smaakt wel echt naar banaan. Ja. Maar heel chemische banaan. Banaan is niet zo moeilijk om te maken. Tamarind, kom, we gaan deze ook proeven. Mandarijn. Ja. Die is ook. Nee, je ruikt het zelfs. Ja. Oké. Mandarijn. Ja. Rood? Ja, moeten we allebei wel eens maar eentje van. Sherry. Ja. Lekker. Ja, maar ik vind zo. Oh ja, die is lekker. Dan moeten we peer ook proeven. Ik moet wel even wachten, want ik heb nog steeds de smaak van die dingen, man. En? Nou, die vond ik zo lekker. Ja. Oh, gadverdamme. Mm-hmm. Die peer is echt voor, man. Echt chemisch, hè? Die sherry was wel echt lekker. Ja. Ga je weer chips eten? Valt dan mee. Eet dit, want anders heb je veel zoet in mond. Nee, ik wil niet meer terug naar zout. Ach, even 1-7 chips. Heel goed. Oh, lekker. Oké, de laatste. Mariemma, wat is dit? Dit is snoep. En dit Belly zat Jelly. Dit zat naast de smaken van Harry Potter in rare smaken. Ja. Dit is de smaak champagne. 4 calorieën per bean. Ja, dit is de smaak champagne. En het is non-alcoholic, dus niet gelijke flippen. Heb jij ooit champagne gedronken? Ja. Dus je kan de smaak wel herkennen als het echt smaakt. Ik drink altijd champagne. Voor de rest drink ik nooit. Ga je nou echt mixen met chips nu? Gadverdamme, man. Twee tegelijk, ja? Proost. Jezus. Oh god. Wat is dit nou weer? Dit is wel echt nergens op. Het is gewoon... De champagne van de Lidl, dit. Oh, dat is nasmaak, ja. Oh, wacht, hij komt, ja. Ja. Het is de nasmaak die een champagne... Ik vind het ook een beetje bier.
weet niet dat bier ruiken. Nee, het is meer een droge witte wijn. Ik eet liever bobbel. Het is grappig. Het is grappig, maar het is niet... Oké, maar even van alles. Wat vind je het beste en wat vind je het goorste? Dat is mijn probleem, want als ik eenmaal ga snacken, kan ik niet meer stoppen. Camera is uitgevallen. Lekkerste? Ja. Soekie. Deze van de zoutig, hè? En het goorste van de zoutig? Deze, godverdomme. Ja, man, die was echt vies. Gewoon stukjes kip eten. Klopt, klopt, klopt. Jij? Hetzelfde. Precies hetzelfde. Echt waar? Ja, man. Nee, joh. Ja, man, ik vond deze ook wel echt heel lekker. Ik vond die aardappelkoekjes ook heel lekker. Maar nummer 1 was denk ik dan toch wel die. Nu mag je met zoetigheid beginnen. Lekkerste en de vieste. Lekkerste van zoet was... Ja. Ja. Dat is een vriendin. Dan moet ik toch voor de bubblegum gaan, man. Tango bubblegum, lekkerste. En dat vond ik ook. Denk ik, ja. Ja. Maar wat vond jij de vieste dan? De goorste van zoet... Ja. ...vond ik de kiwi chips. Oh mijn god, ik ook. Ja. Ik ook, ik zweer. Nou, zijn wij voor elkaar besteld of niet? Dat is ongelooflijk. Goed. Ik vond ook echt precies hetzelfde. Nog eentje dan, ja? Ja, ik doe nog een bokkie. Kom, we gaan proosten op het leven. Ik mag dat echt niet, hè? Ik ook niet. Man, echt lekker, man. Als je trainer dit ziet, dan... Als mijn trainer dit ziet, dan maak je me dood. Dat was het eigenlijk weer, hè? Dat was het, mag een beetje water. Dat was de laatste dag trouwens hier in Bali. Ik heb het heel zoveel jullie opgenomen, ik hoop dat je het leuk vinden. Vanaf morgen is het weer strikt, dat zeggen we altijd, hè? Ja. Strikt. Gaan we weer op ons voeding letten. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video weer. In Nederland dan? Ik denk het wel. Doeg! Dat is lekker. Ik vind het een keer beter dan de vorige keer. Wat, het eten? Mm-hmm. Ja, de. Vorige keer was je echt dood misselijk, maar dan kwam door die drankjes. Ja, klopt. Die drankjes die verpesten alles. Nou, ik ga je vergeten.